De stad Utrecht en de provincie Drenthe in Nederland gaan een experiment opstarten waardoor automobilisten beter de sirene moeten horen van de aankomende hulpdiensten. Brandweer en ziekenwagens zullen uitgerust zijn met een apparaat dat autoradio's van wagens in hun buurt uitschakelt. Ook in België zijn er plannen in die richting. Krachtige radio's en een betere geluidsisolatie in de auto's zijn een geestel voor de ambulanciers. Bestuurders horen vaak de sirenes niet meer. Het verkeersbeeld wordt steeds drukker. Wij worden ook steeds slechter gezien en gehoord door automobilisten. Dinara Safina, dat gaat toch om een plaats in de halve finale. De hulpdienst kan nu de autoradio's uitschakelen en een alarm uitsturen. De heeft een rijkwijde tot 100 meter. Ook bij ons wordt over zo'n systeem nagedacht. Maar volgens de wet wordt een ziekenwagen die zo'n signaal uitzendt een radiostation. En dat heeft een zendvergunning nodig. Binnenlandse Zaken onderzoekt de mogelijkheden.